Geef mij vannacht je hele hart en blijf bij mij. Dan geef ik jou mijn hele hart en maak je blij. Wat jij verwacht. Welkom bij de vierde aflevering van Op weg naar het juiste gewicht met Frank van Etten. Op de tenen, handen staande. Daar waren we gebleven. 10 keer. Opdrukken. 10 keer. Na de 10. Sprinten zo snel mogelijk. Deze kant op. Dat wordt rennen. Tot hier. Sprint je terug. Daar heb je rust. Nou Frank, zie je nog zitten? Ja, je wordt getraind, niet gematteld. Nou, de tegenaan. Daar gaan we. Kijken of hij het volhoudt. Dat gaat helemaal goed komen. 1, 2, 3, 4. Ziet er goed uit. 5, nog 5. 7. Het belangrijke van deze oefening is natuurlijk je conditievermogen opbouwen en op peil houden. 2. Nog eentje hier. Jongen. En je uithoudingsvermogen. Gelijk omhoog, kom omhoog, hoog, die kant op. Kom, ren maar die kant op. Snel naar de andere kant. Hou me weg hier. Hier is geen pijn van maken. Nou Frank, een beetje doorzetten. Kom op. Tering, hé. Ja, het valt nog niet mee. Je mag het ook met vrouwen opnieuw doen. Maar weet je camera is erbij, hè? Mensen gaan je uitlachen. Oké. Kort in. 1. 2. 3. Jongen. Kom, je moet hem nog steeds. Schud je af. Roy, hou je eens op met de camera. Nee, dat doen we zeker niet. Het opbouwen van je conditie is natuurlijk een van de belangrijke onderdelen. Frank, wat vind je ervan? Je bent daar niet gewend. Weet je, ik heb nog nooit getraind in mijn leven. Ja, af en toe een keer. Weet je? En je kan nagaan hoe slecht het is. Ja, dat komt goed. Ben boven over 2 maanden. Dat gaat helemaal goed komen. Maar Leslie, wat heb jij daar? Dat is de kettlebell. Een klein beetje tempo erin. Met een lekker muziekje op de achtergrond. We gaan sprinten naar die kant na 10 keer. Ja Frank, kun je tenminste nog even op je rug liggen om even pauze te nemen? Samba. Nou kan Frank alle oefeningen bij elkaar gaan doen. Als eerste met de kettlebell. Heen en weer. Dat is goed voor je beenspieren. Zet je meer? Gelijk die kant op. Een stukje rennen. Samba, samba. Kom je liggen. Samba. Indraaien. Zo ja, andere beenstrekking. En dat is voor de buikspieren. Oh ja. Het ziet er zo makkelijk uit, maar in werkelijkheid valt dit best wel tegen. Weer een stukje rennen. Naar de andere kant. En Frank. Hoe voel je je? Ja, het valt natuurlijk een beetje tegen in het begin. Maar het is allemaal opbouwen. Ja, waar is die voor, Wesley? Kettlebell, doen we oefeningen voor de rugspieren mee. Alleen de rugspieren? Vandaag, ik kan eigenlijk van alles mee doen. We gaan beginnen vandaag met... Je kan er ook een glas mee gooien. Kan. Kijk, het resultaat. Ja, mij met de kettlebell. Echt zo? Nou, Leslie, hopen dat Frank hem daar niet tegenaan gooit. Daar gaan we weer. Frank die pakt hem op. En eventjes versneld heen en weer. En rennen. En natuurlijk weer die buikoefeningen. En weer terug. En de volgende oefening staat alweer klaar. Deze, hou je vast. Dan blijven we zo staan. En dat is natuurlijk niet het enige.
Met een elastiek gaan wij de overige spieren ook trainen, want het complete lichaam moet bijgehouden worden. Leslie gaat het even voordoen wat er moet gebeuren. Met de rechterbeen naar rechts. 10 keer die kant, 10 keer die kant. Daarna is het 1, 2, 10 keer zakken. Dan kom los, gaan we die kant op, gaan we daar een half minuut vast. Begin hier. Dus Frank, laat maar even zien wat je kunt. Eerst de oefeningen met de spieren om de beenspieren te bevorderen. 5 keer rechts en 5 keer links. Door de knieën. En het ziet er misschien raar uit, maar waar het al niet goed voor is. De elastieken zorgen goed voor dat de spieren aangespannen worden. En dan is het tijd om te sprinten naar de overkant. En dan op de tenen. De bal vasthouden. En de spieren te strekken. Om het uithoudingsvermogen te bevorderen en optimaal te gebruiken. Na het strekken gaan we weer sprinten naar de overkant. En Frank die is zienbaar natuurlijk moe aan het worden. Leslie houdt alles goed onder controle en in de gaten. En daar gaan we weer. Dezelfde oefening nog een keer. Elastiekjes goed zetten. Gekruist. De beentjes heen en weer. De andere kant. Door de knieën. Vijf, zes, zeven. En sprinten naar de andere kant. En natuurlijk aan de andere kant weer de spieren strekken op de tenen op de bal van 6 kilo. Okay, en de volgende oefening staat alweer klaar. Aantikken, naar de overkant rennen. Dan sta je achter de lijn. Je rent weer terug en je tikken weer aan. Frank, daar gaan we. En tik. Hij gaat lekker zo. Het heen en weer rennen is natuurlijk ook om de conditie op te bouwen. Het aantikken en het remmen is ook van toepassing op het gebruik van je lichaamsconditie. Nog 3 te gaan. Dus 3, nog 2 te gaan. Kom aan, kom op. Gaan, gaan, gaan. Gaan blijven bewegen en stilstaan. Ja Frank, je moet wel in beweging blijven. Ook al is het moeilijk. Strek de spieren even. En wat ben je aan het doen, Frank? Wat zeg je? Waarom loop je naar het raam toe? Oh. Oh. Wat is het? Ik heb nog één verrassing. Hou eens op, man. We doen het nog één keer. Nee. Meen je dat? Nog 5 keer? Nog 5 keer, daarna gaan we naar boven. Dus Frank, je zult toch nog even heen en weer moeten rennen. Maar dit is dan wel de laatste oefening, dus nog even doorzetten. En Leslie gaat jou helpen. Hij zet even een lekkere muziekje op. Daar gaan we. En met zo'n muziekje kan Frank nog best 5 keer heen en weer rennen. Ik zie hem gaan! Maar de trap blijkt toch een beetje te veel moeite voor hem te zijn. Frank, die is alleen voor rolstoelliften. Ja, die is niet berekend op je hoofd. Dit was de 4e aflevering van Op weg naar het juiste gewicht. We hopen dat u weer met plezier gekeken heeft. En tot de volgende keer. Dankjewel. Goedemiddag.